De Stichting Grolus uit Grondsveld heeft met het project Hoeswijk het predicaat Kern met BIT 2023 van de provincie Limburg gewonnen. Danny Husson van Grolus is erg blij met de toekenning van deze prijs. Wat maakt deze prijs zo bijzonder? Nou, het geeft een stukje erkenning van het vele en het enthousiaste werk van enorm veel vrijwilligers die hier rondlopen. Dus ja, we zijn er, ik ben er niet alleen trots op, maar 125 vrijwilligers zijn hier ontzettend trots op. Het zet Grolus behoorlijk op de kaart. De Kern met Pit-prijs. Waar staat die Kern met Pit voor? Nou, Grolus is de heemkundevereniging van Grondsveld en Rijckelt. We zijn dus actief in de kernen van Grondsveld en Rijckelt. En die Pit, dat zijn wij. Dat is Grolus in zijn algemeen. Pit, die hebben we geplant en die is uitgegroeid tot een formidabele vruchtdragende boom waar iedereen, maar ook echt iedereen, de vruchten van mag komen plukken. De Hoeswei, zoals u, het is een beetje slecht weer, maar bestaat uit een stuk weiland, groentetuin en een parkgedeelte. Nieuwe sectie, waarbij dus ook weer een 20-25-tal vrijwilligers zich hebben aangemeld en die dit hele project draaiend houden. Die Kern met Pit, die prijsje is in het leven geroepen om groepen mensen onderling te verbinden. Wie is bij dit project allemaal betrokken geweest? Buurtbewoners, ik noem even Envida, de bewoners van Envida. Ze worden in ieder geval van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Wil je, ik zeg elke keer weer, van wil je komen harken, moet je vooral komen doen. Wil je niet komen harken, ook goed. Wil je komen zitten, hartstikke leuk. Dat is eigenlijk het punt waar we naartoe willen. Die samenwerking, die cohesie van allerlei Doorse bewoners, groepen, die zijn hier allemaal welkom. En dat project Hoeswijk met de schapenstal, die centraal staat in waar jullie die prijs mee gewonnen hebben. Kunt u daar een beschrijving van geven? Wat kunnen we daar zien? Nou, het project Schapenstal hebben we in het leven geroepen, omdat de Hoeswei, nou, je kon daar twee dingen doen. Het gras maaien, machinaal maaien, maar je kunt er ook zes van die levende grasmachinetjes neerzetten, dat veel beter past in de entourage die wij voor ogen hebben. En die kunnen daar lammeren. Nou, de kinderen van het talent bijvoorbeeld, van het dorp, die kunnen, als ze dat durven zelfs, kunnen ze gewoon meehelpen om de lammetjes te laten geboren worden. De fruitbomen dragen enorm veel. Dus daar hebben we een appeloogst, een perenoogst, een pruimenoogst. Dat fruit wordt allemaal geplukt en dat verwerken we ook. Dus daar wordt stroop van gestookt, we laten daar sap van persen, we bakken daar zelf vlaaien van. En, ook niet onbelangrijk, een gedeelte van de oogst brengen we naar de voedselbank. De stroop en het appelsap, dat wordt verkocht natuurlijk, dat is een van de, onze middelen van bestaan. En die zijn te koop in ons streekmuseum.